Goedemorgen, het is 6 april 2013, ik ben Desiree Stokkel. Poetin, de liefdevolle dictator, heeft mij nu zijn strategie laten zien voor het afbreken van Nederland. Ik ga dat uitleggen. Ik heb een lijst met 100 punten in mijn hoofd. Ik schrijf nooit toespraken, want ik wil dat mensen begrijpen dat het om oorlog gaat. En ik wil laten zien hoe mensen die geen mensenrechten hebben en niet meer naar de rechtbank kunnen, vechten voor het behoud van beschaving. Dus, misschien gaat er het een en ander door elkaar, maar we overleven het wel. Jullie overleven mij wel, maar Poetin niet. Rusland heeft 4 dictatoren. Poetin, Medvedev, Lavrov en Prokhorov. Poetin en Medvedev hebben al een deeltje gesloten. Als Poetin wordt weggestemd tijdens de volgende verkiezingen, neemt Medvedev het weer over. Beiden, of eigenlijk alle 3, willen dat het internationaal strafhof een corrupte rechtbank blijft, want daar hebben zij het meeste profijt van binnen de oorlogsretoriek, binnen de oorlogshandel, de wapenindustrie, de technologiehandel, maar ook emotioneel. Ik laat het wel even, want ik ga wel gewoon verder, dan ontdek je dat emotionele wel. Michael Prokhorov heeft mij het afgelopen jaar gebruikt, misbruikt, mishandeld. En hij is niet van plan om het internationaal strafhof te dwingen te gaan werken als eerlijke rechtbank. Hij is ook niet van plan om het Kremlin te stoppen op basis van juridische waarheid. En hij werkt niet met de mensenrechtenverdragen om oorlogen te stoppen. Dus Prokhorov is ook voor ons Nederlanders een gevaarlijke dictator. Nou, wat is er nu aan de hand? Poetin heeft dus een aantal zaken goed begrepen. 1. Hij heeft het internationaal strafhof een moordwapen gemaakt en hij weet nu hoe hij dat zo kan houden. Hij weet dat Nederlandse politieke partijen allemaal willen dat mensen als ik, die rechtszaken starten binnen het ICC tegen individuele nationale rechtbanken en politici, worden gefolterd en vermoord door medewerkers van het internationaal strafhof. De afgelopen maand is daar een nieuwe constructie aan toegevoegd. Individuen kunnen nu $50.000 doneren aan het slachtofferfonds van het ICC en dan kun je op die manier manipuleren dat iemand wordt genegeerd, geen mensenrechten heeft, failliet gaat, ziek wordt en doodgaat. Dan hebben we dat lobbyplatform achter het internationaal strafhof. Ik had al gezegd, de Munich Security Conferentie in februari 2013 is een hel voor planeet Aarde. Want daar zijn de Mekka-dictatoren samengekomen om te bepalen hoe zij planeet Aarde naar hun hand gaan zetten. Nou, het gedrag van Poetin is daar nu een uitwerkingsvorm van. Poetin die heeft het Nederlandse volk ook goed in kaart. Hij ziet het Nederlandse volk als een zwak begaafd volk. En dat is ook zo. Kijk, het feit dat het Nederlandse volk gewoon weigert juridische procedures te gebruiken om politici te dwingen de mensenrechtenverdragen uit te voeren, is een teken van zwak begaafd gedrag. Het feit dat het Nederlandse volk mij negeert of voor zoete koek eet, maar mij niet helpt en niet wil dat de Nederlandse rechtbanken eerlijk zijn, is een teken van zwak begaafd gedrag. Het feit ook dat het Nederlandse volk, de elitemoordenaars die werken bij de SER, de VNO-NCW, MKB, MVO, de universiteiten, de advocatenkantoren en dergelijke aan de macht houden, is een teken van zwak begaafd gedrag. Kijk, Poetin gebruikt de mensenrechten wel degelijk. Maar dan om de rest van de wereld af te breken, opdat Rusland een economische grootmacht wordt. Het Kremlin heeft ook begrepen dat Duitsland bezig is met een soortgelijk traject, namelijk de overname van Nederland via handel. En dat wordt via al die NGO's en die politieke clubjes in Den Haag geregeld. Die staan allemaal op het lobbyplatform achter het internationaal strafhof, die Hague Security Delta. Als iedereen in Nederland
zich zo achterlijk blijft gedragen als ze nu doen, is het voor Rusland een simpel klusje om zowel Nederland als Duitsland van de kaart af te vegen. Poetin heeft een charme-offensief ingezet. Hij is nu de liefdevolle moordenaar. Hij heeft nu aan het Nederlandse volk gezegd, ik wil met jullie samenwerken. Dan zijn er een aantal mensen, vooral binnen de elite moordenaarsclub, die heet Security Delta, die denken, ah mooi, dan kunnen wij die Desiree Stokkel stilletjes afvoeren. Kunnen wij onze rechtspraak corrupt houden? Kunnen we het internationaal strafhof ook gebruiken voor het uitmoorden van mensen? Want er komt toch veel meer oorlog. Het feit dat het HCSS is en de hele club eromheen die al die oorlogen tot stand brengen, wordt genegeerd. Poetin weet ook dat onze koninklijke familie 100% oorlogsmisdadiger is. Even ter herinnering, afgelopen week zijn er in Spanje mensen van de Nederlandse koninklijke familie betrapt op corruptie en die moeten voor de rechter verschijnen. In Nederland kan dat niet. In Nederland heeft de Nederlandse koninklijke familie geen fatsoen om op eigen initiatief de mensenrechtenverdragen toe te passen en op eigen initiatief Nederlanders te redden van foltering en moord en werkloosheid in Nederland. Dus in Nederland is de koninklijke familie volledig toegankelijk en manipuleerbaar voor het Kremlin. Dan zit hij nog bij Ban Ki-moon. Als je goed naar Ban Ki-moon kijkt, worden zijn toespraken steeds schijnheiliger en gluiperiger. En dat komt, mensen, doordat Al-Qaeda weet wie ik ben en wat er binnen het internationaal strafhof gebeurt. En dat komt ook doordat Al-Qaeda de VN e-mailt. Ik ben natuurlijk niet de enige die de VN e-mailt. En ik ben ook niet de enige die dit soort video's maakt en het internationaal strafhof e-mailt en bewijst dat het ICC rot is. Alleen wij kunnen niet al die talen en al die video's bekijken, want we snappen het niet. Maar ze zijn er wel. Poetin die komt dus naar Nederland en die praat bij OPCW, het clubje van die Hague Security Delta, over chemische wapens. Dat gaat niet over Syrië. Dat gaat niet over de vraag hoe gaan wij Syrië beschermen. Want het is Rusland die Syrië 2 jaar geleden had kunnen beschermen door het Syrische volk te hersenspoelen met rechteneducatie. Het Kremlin had tegen het Syrische volk moeten zeggen, mensen, begin niet aan deze oorlog. Mensen, die oorlog is net begonnen, jullie kunnen nog stoppen. Ga naar de rechtbank. Op deze manier, met dit soort juridische procedures, met dit soort denkpatronen, gedragspatronen, kunnen jullie voorkomen dat heel Syrië wordt afgebroken. Je begint in Syrië zelf, je gaat naar de VN, je gaat naar het Europees Hof, ECJ, het Internationaal Gerechtshof. En als dat niet lukt, ga je naar het Internationaal Strafhof. En je kan ook als individu bij het Internationaal Strafhof een rechtszaak starten. Beste mensen in Syrië, ga naar de rechtbank. Maar nee, dat hebben zowel Poetin, Medvedev als Lavrov geweigerd. En ik ben sinds november 2011 in het leven van Prokhorov. En hij weigert het ook. Dus Rusland is nu een soort grootmacht aan het worden die andere volkeren uitlacht. En die denkt van nou, ze zijn allemaal zo achterlijk, wij kunnen met gemak Nederland innemen. Wat zij zullen doen is dus de technologie overnemen, de advocatuur overnemen, de biotechnologie. Ik ben daar niet in thuis, hè. Ik heb geen science gestudeerd, maar die laboratorium settings. En dan de space. Voor space ben ik niet zo bang, want space is eigenlijk vrij transparant voor de leek. Je kan het hele space gebeuren min of meer controleren. Je kan werkelijk zien wie er in zo'n ruimtestation goed met elkaar overweg kan of wie daar vecht. Dus als je daar een Rus, een Amerikaan en een Nederlander en een iemand uit het Midden-Oosten neerzet, dan weet je dat die voor elkaar moeten zorgen en dat ze elkaar niet de kop kunnen afhakken. Dat is voor ons zichtbaar, dat is goed. Maar al die andere laboratoria, die zijn troebel. Daarvoor heb je ten eerste heel veel kennis nodig. Ten tweede heb je media nodig die bereid is om dat uit te leggen aan het volk. Je hebt juridisch rechtvaardig werkende media nodig. Je hebt een kwaliteit van rechtspraak nodig die ook vindt dat het behoud van de rechtsstaat Nederland belangrijker is dan de corruptie. Die hebben wij dus niet. Nou, zo heb je
een heel palet aan vaardigheden nodig die wij in Nederland niet hebben. Dus dat is, het is voor Rusland om die reden een simpel klusje om Nederland over te nemen. Dan hebben we nog Engeland. Rusland weet dat Engeland een tijdbom is onder al de leugens van het Kremlin. En dat is WikiLeaks, want ik ben verbonden aan WikiLeaks. Ik ben iets aan het doen met de FBI. Ik hoop dat het mij lukt dat Bradley Manning op grond van de waarheid over WikiLeaks wordt berecht. Als dat lukt, dan komt er een stuk gore leugens van Nederland, van Rusland, maar ook Duitsland natuurlijk en al die anderen op die Hague Security Delta aan het licht. Om die reden kan ook David Cameron een zeer zwakke schakel zijn. Want David Cameron die wil echt dat het internationaal strafhof een moordwapen is, omdat hij zichzelf aan de macht wil houden. David Cameron investeert momenteel tientallen miljoenen Engels belastinggeld in het observeren van Julian Assange. En dat doet hij liever dan dat hij aan het Engelse volk de waarheid vertelt over de leugens van WikiLeaks, Desiree Stockholt, internationaal strafhof, Obama, Clinton, Poetin, Medvedev. Dus dan weet je wel hoe smerig dat in elkaar zit. Maar dat is wel een tikkende tijdbom. Wat is nu zo'n beetje het uiteindelijke resultaat? Nou, er is iets wat mij echt heel erg dwars zit. En dat is dat het Kremlin altijd Ban Ki-moon heeft beschermd. Ban Ki-moon had tegenover mij bewezen dat hij wil dat het ICC een lobby- en liquidatiecentrum is. Die brief staat op mijn website, mensen. Dat was al in 2008. Toen heb ik tegen Medvedev gezegd, je moet me helpen. Medvedev heeft me geweigerd te helpen. Nu blijkt dat Medvedev echt wil dat er wereldwijd rechtenloosheid komt. En dat eigenlijk alleen de elite nog toegang heeft tot het recht en toegang tot de macht. En dat het lagere volk dat nu massaal werkeloos wordt of is, gewoon maar het leven moet uitzingen of zelfmoord moet plegen. En dan is de elite daar vanaf. Dat weet Ban Ki-moon, maar dat weet ook Noord-Korea en Zuid-Korea. En we hebben in Nederland Balkenende die treitert Noord-Korea. Nederlandse politici treiteren Noord-Korea. En dat weten ze in Noord-Korea. Kijk, meneer Kim, die weet al jaren wie ik ben. Ook voordat hij aan de macht kwam, wist hij al wie ik was. Kim en ik kunnen het heus wel goed vinden. Of dat nou in Nederland is of in Noord-Korea, dat maakt niet uit. Maar het probleem in Noord-Korea is dat er maar één iemand een fout hoeft te maken en er wordt op de rode knop geduwd en dan hebben we een kernoorlog. Dat is niet de bedoeling. Maar wat Kim nu laat zien, is dat hij hetzelfde kan als al die andere deelnemers op het ICC, rechtspraak, technologie, atoomagentschap, lobbyplatform. Hij wil laten zien dat hij in zijn eentje die hele boel kan overwalsen met dezelfde soort smerige retoriek als zij gebruiken. Gaat hij dat winnen? Ja, hij wint het. Hij wint een handelsoorlog. Dat is eigenlijk de dieper liggende grond. En wat gaat hij nou winnen? Is dat de afbraak van de economieën, die zullen hem sterker maken. Als de economie in Zuid-Korea zwakker wordt, wordt Noord-Korea sterker. Ik heb hem al uitgelegd, meneer Kim, dat er ook een andere methode is. Maar toch wil hij dat niet. Ik begrijp wel wat het is. Kijk, hij is 30 en hij is een man en hij leeft natuurlijk in een totaal andere cultuur. Hij is hoger opgeleid dan ik, hij is beschaafder dan ik, vergis je daar niet in. En hij wil de wereld een lesje leren. Ik heb in principe niet zoveel problemen met dat lesje, want het duurt maar een maand. Maar als het fout gaat, duurt het decennia. En die fouten die zie ik voor mijn neus groeien, omdat het ICC wordt misbruikt om mensen te doden. Dus, maandag krijgen we een intensivering van de volksverlakkerij met als doel de Nederlandse en de Europese lagere klasse uit te moorden. Ik ga mijn overschoon maken vandaag. Ik moet even afreageren. Dag.